Maar wij staan hier nu namelijk te wachten. Ik sta hier niet altijd. Het is de eerste keer dat ik sta in het casino. Dus het casino is achter ons. En daar moeten wij zijn voor met hun op de foto te gaan. Want de toppops die ga ik vandaag ontmoeten. Dat is de tweede keer, maar het is met een andere bezetting. Dus daarom. En ik heb ook al gemerkt dat ik heel veel... ik word eigenlijk heel veel herkend eigenlijk. Heel veel mensen kennen natuurlijk Polestar en heel veel mensen passeren hier ook. En dat willen op de foto. Dus dat is ook al heel speciaal eigenlijk. Dus ja, en ik ga proberen alles vast te leggen voor jullie. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig met ons mee. Het is wel spannend. Want ik weet natuurlijk ook niet, gaat het lukken, gaat het niet lukken. Maar wie niet waagt, niet wint, zeggen ze dan. Ja, het is natuurlijk een beetje ingewikkeld, omdat er ook heel veel auto's passeren. En je weet niet goed welke auto's dat zijn. Ik weet ook niet wat dat op die auto of niet. Ik weet ook dat Sam Goor is en Bart Kel moeten hier ook zijn. Bart Kel heb ik al eens een keertje ontmoet in het team te zien in zomer en allemaal. Maar Sam Goor is de eerste keer. Dus daar weet ik ook helemaal niks van. Dus dat is, ja... het is dan maar de tweede keer dat ik het helemaal alleen doe. Dus het is wel spannend eigenlijk. Heel spannend. Maar ik vind het wel cool om te doen. Dus ja, wie weet lukt het wel. Ik denk dat ik vandaag nog heel veel selfies ga maken met de fans. Ik doe dat graag, dus... ja. Dat doe ik super graag. Ik kwam wat vroeger, omdat ik wel zeker zijn. Ik wist niet goed hoe laat precies ik hier moest staan. Dus daarmee sta ik hier nu te wachten. We staan hier al een tijd. Het was natuurlijk allemaal donker. Dus ja, maar we weten wel al zeker dat ze daar binnen rijden. Dus dat is dan één ding dat we weten. We moeten nu nog gaan wachten. En, het is weer koud. Ik kan niet zeggen, ik heb trouwens twee verschillende handschoenen aan. Maar daar in feite gaan we niet meer lachen. Want ik kon het geen twee dezelfde handschoenen. Dus daar neem ik er twee verschillende van. Dan is het wachten. Oh, ik kan het niet wachten. Dus in ieder geval zeggen we altijd, de tijd blijft doortikken, dus we gaan wel geluk hebben. Jezus, het aankomen. Dan moet ik alleen mijn mond ervan open doen. En dat is het moeilijkste. Mijn mond ervan open doen. Mijn best doen. Het is de eerste keer. Maar echt, het sneeuwt echt wel. Je ziet het ook misschien al, misschien ook niet op de camera, maar het sneeuwt. Dus ik heb echt al wat koude doorstaan. Maar alles om een keertje te kunnen, nog eens een keertje te kunnen zien. Weet je nog, dat ik zo slot was om 4 uur 's nachts op te staan. Ja, zoals het werkt is aan de topops. En ik hoop dat het lukt. Ik heb echt kou. Ik heb echt de bubbel. Gewoon puur van de kou. En niet van de stress of zo, maar van de kou. En de telefoon ook vast. Ik ga die aan in hun handen geven. Ik kan zeggen of dingen. Ik kan proberen filmen. Ik heb het nog echt zo stress. Ik ga dat gewoon doen. Hallo. Hallo. Ah, ik heb dus een fotootje. Ja. Als je even gisteren kunt klikken. Tuurlijk, kom ik hier. Ah, maar ik maak het anders. Ja, we maken het niet uit. Wacht. Ja, wilde jij dat even doen, Kelly? Wacht, hè. Zo, kom hier. Ik moet wel camera draaien, hè. Ja. Ja. Voilà. Wil je ook nog eentje? Ja. Kom. Ah. We zullen omdraaien. Je hebt een berichtje gestuurd straks, hè? Ja. Voilà, ze. Dankjewel. Alsjeblieft. Veel plezier vanavond. Jullie ook. De anderen zijn op komst. Dankjewel. Zo spannend. Ik weet niet wat je kan. Hallo. Hallo. Zou jij de foto willen maken? Ik kan hem ook van daar. Ja. Hallo. Dankjewel. Alsjeblieft. Veel plezier. Ja, dankjewel. Dag. Dag. Zo. Zo. Is dat echt zo hier? Maar ze zijn echt vriendelijke mensen en die nemen de tijd echt wel. Dat was zo leuk. Het is een beetje donker. Maar ondertussen ben ik toch wel half bevroren, maar er geeft de strijd niet op, dus ja, we blijven doorgaan, dus ondanks dat het zo koud is, blijven we doorgaan en blijven hier staan,
blijf bij. Genieten. Ondanks dat het zo hard wordt sneeuwt. Hallo. Is het zo'n goede zuster? Is het niet? Is het zo? Ik ga niet gaan zien met die idee. Hallo. Ik heb eerst eens gebeld en dan gevonden. Kameradski? Ja. Lang geleden? Ja. Ik herkende dat direct, hè? Ja. Hoe is het? Goed. Oh, dat doe ik graag, zeg. Ja. Je moet poseren, vriend. Ja. Is dat niet te donker hier? Nee, ik denk dat niet. Er staat een flits daarop. Die flits gaat wel op dan. En dan is het licht genoeg. Je verandert niks, hè, jong. Je blijft altijd dezelfde. Nee, ja, dat is waar. Ja? Ik heb dat direct herkend. Veel plezier. Jij ook, hè? Dankjewel. Ze beter maken. Tot straks. Het is een heel vriendelijke mens. Ik heb die voor de... Ja, ik heb die blijkbaar al eens gezien, maar ik kan me niet herinneren. Maar goed, als mensen me herkennen, is het altijd goed, hè. Het is echt vriendelijk zo'n gesprek hebben. We hebben ook nog een paar keil. Dus, ja, ik dacht... Dat is goed, eigenlijk. Ik weet, dus ja. We moeten nog één hebben van top-ups en we moeten een paar keilen hebben. Dus. En dan, hier is het natuurlijk wat lichter, maar daar is het natuurlijk zo, altijd in een donker gat. Dus ik hoop dat de beelden wat beter goed zijn. Ik kan het natuurlijk niet voorspellen. Maar ja, ja, trots. Vonden jullie dit een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer, want dan komt Annie. En dan gaan we ze mooi verrassen.